deze wedstrijd tussen de nummers 9 en 6 van vorig seizoen. En die nummer 6 van toen, die hangt weer rondom die plaats in het huidige seizoen. Die nummer 9 van toen heeft het zwaar. Staat 16e. Een gaatje al van 5 punten met de veilige plaatsen. Daar waar RKC wil staan. En vorig jaar was er ook zo'n moment dat hier in Waalwijk weer gedacht werd, ja, het zou zomaar kunnen degraderen. Toen kwam ene Mats Zeuntjens. En die bracht verlichting. En hoe? Je kan niet zeggen, eigenhandig hield hij RKC in de Eredivisie, maar hij had wel een hele grote bijdrage die hij daaraan wist te leveren. Dit is Brim. En die kan het gaan doen. Dat is heel bekeken gedaan en via de binnenkant van de paal gaat hij er niet in. Je kijkt hem er eigenlijk al in, maar dat gebeurt dus niet. En zo blijft het 0-0. In de spits als vervanger van Lauritsen en niet als linksbuiten. En meteen had hij hier met scherp kunnen schieten. Doorkoppen en helemaal voor de keeper vrijstaan. Vase kan er ook niets meer aan doen. Maar die wordt wel geholpen door een stilstaand object. Van de Kust. RKC vol de druk erop. Dan ligt er wellicht wat ruimte achter die linies. En is dit een overtreding van Gari. Dat is niet zo'n moeilijke beslissing voor Bos. Interessante positie. Een stoute denker schiet hem in één keer richting de goal. Het wordt Brim. En het wordt zo stout dat het toch in één keer richting die korte hoek gaat. Ook al was het zo druk. Voor de goal van Vaas. Oh, die staat dus goed op te letten. Cleonis. Ah, sterke kopbal en daar moet Olij opduiken. Okili heeft die lengte natuurlijk ook wel. En heeft er ook niet voor niets al 5 in liggen dit seizoen. Toch net iets te weinig kracht. Nu wel de kans om een counter in te zetten. Zeuntjens op snelheid. Goeie bal op Lokeza. Voor de goal Cleonice. Lokeza voorlopig zelf. En ook zelf schieten. Verrassend in de korte hoek. Zo kruipt RKC toch een beetje uit zijn schulp. Ruud Ammerlaan. Hij mag wel eventjes uitbuffen op de tribune. Van Rotterdam naar Waalwijk gelopen voor het goede doel. Meer dan €5.000 opgehaald voor Kika. Gaat ook nog een shirtveiling plaatsvinden. Dus dat bedrag zal nog wel wat oplopen. Verschuren. Goed in de diepte aangespeeld en ook sterker dan zijn tegenstander. Nou, schiet er dan maar. Vaassen houdt het doel klein. En is woest op Okili. Echt woest. Nou, die heeft de scheldkanonade ontvangen. Heeft hem ook van repliek gediend. Zeuntjens. Cleonis in de diepte. Goed aangespeeld door Zeuntjens. Kramer voor de goal. Er zijn nog meer gegadigden. Cleonis voorlopig zelf. Hoek is lastig. Niet onmogelijk blijkt, want hij schiet hem tussen de palen. Dan is die aanval voorbij. Emilio Cleonice dacht daar in de korte hoek wel even Olij te kunnen verrassen. Adil Awassar naast Moallag, maar hij dus links. Vooral een verleden bij de tegenstander van vandaag. En dat is natuurlijk leuk. Als oud aanvoerder van Sparta nu tegenstander van Sparta zijn. We kunnen nog niet beginnen. Er zijn wat wijzende vingers naar de helm van Vaassen. Die is die vergeten blijkbaar in de kleedkamer weer mee het veld op te nemen. Daar wordt even op gewacht, dat is maar goed ook. Dat lukte niet wat Okili wilde, de bal terug richting de as spelen. En nu Sparta dat overneemt met Kitolano. Verschuren. Hard uitgehaald.
Zeuntjens. En via de karambol valt die bal binnen. Hoezo niet scoren uit een hoekschop? Het levert wel wat vertraging op voordat die bal echt voorkomt. Maar hij valt dus wel binnen. Kramer, de gevierde man, hij schudt al zo van ja, geen idee hoe. Maar hij zit erin. RKC op voorsprong. Of is het misschien Verschuren nog die bal toucheert? Ja, het is Verschuren. Maar Kramer mag hem wel claimen en mag hem natuurlijk ook vieren. Maar deze zal de boek ingaan als een eigen doelpunt van de aanvallende middenvelder van Sparta. Volgende overtreding en kaart. Geel voor Kramer. Die daar vriends ondersteboven loopt. Volgende hoofdblessure nu voor Metinho. Spel gaat verder. Mito ook even op het hoofd geraakt. Wat doet Bos hiermee? Hij laat doorspelen. Hij grijpt ook weer naar de borstzak. Ja, het slaat eventjes vol in de pan, dat vlammetje. Dat moet de scheidsrechter zien te sussen. Vier spelers op het veld die last van iets hebben. Nou, dit is echt gewoon iets wat je niet moet doen als je al geel op zak hebt. Als de scheidsrechter dit ziet, dan kan die gewoon daar geel voor geven. Koki Saito. Oh, dat is een lekker balletje van Saito. En daar gaat de kans komen. En niet de goal. Hoe is dat toch mogelijk? In de verre hoek telde hij hem eigenlijk al. Warmerdam. Een valpartij. En niets aan de hand. Maar wel die bal die daar nog blijft hangen. Het zijn penibele situaties hoor voor RKC. Het wordt wel overleefd. Maar het lijkt erop dat Sparta aan een echt slotoffensief is begonnen. Dat is een hele stevige ingreep. En daar gaat rood komen voor Romeratu. Direct gegeven door Bos. Hij had geen enkele twijfel. Van der Kust. Gelanceerd. En hij kan zichzelf wel voor zijn kop slaan. Koki Saito. Brim. Teruggelegd en Van der Kust die uithaalt. Maar Brim die bal terugkopt. En daar Negli dus naar het gras ging. Het zag er op het eerste oog vrij onschuldig uit. Bas Nijhuis vindt dit dus een strafschop. Niemeyer komt daarin. En komt daar strafbaar in, want er wordt een penalty gegeven door Bos. Joshua Kitolano. Oog in oog met Etienne Vaassen. Die pakte er vorige week nog eentje tegen Ajax van Brian Brobby. Maar nu heeft hij het niet. En dus scoort Sparta, staat het 1-1. En moet hij ook meteen weer het een en ander opgelost en geregeld gaan worden. Enerverend duel in het Mandenmakersstadion. Waarbij Sparta de bovenliggende partij was. Waar uiteindelijk het ingrijpen van de VAR en de penalty voor Sparta, voor Kitolano, ervoor zorgt dat hier beide ploegen er met een punt vandoor gaan.